Goedenavond, beste luisteraars van Radio Positief. Nog een keer komen wij tot jullie met het woord van leven. Met een boodschap van geloof. En vandaag wil ik praten met degenen die strijden tegen schulden. Mensen die schulden hebben. Wij zijn bezig deze week met een voorstel van geloof. Gericht op degenen die schulden hebben die ze niet kunnen afbetalen. Dus als u een persoon bent die schulden heeft, financieel gesproken, en u probeert van alles. U bent bezig met alles doen wat u kunt om hieruit te komen, om die af te betalen. Maar tot nu toe lukte het u niet, omdat er altijd omstandigheden komen, situaties komen die u tegenhouden. Dus u bent bezig met vooruit proberen te gaan om vrij te worden van de schulden, maar het lukte u tot nu toe niet. Nou, het eerste dat wij dienen te weten is het volgende. God wil u zegenen. God wil u bevrijden van die schulden. En dat is de reden waarom wij deze zondag op een gegeven moment tijdens de diensten een gebed gaan doen voor degenen die schuldvrij willen worden. En het is de wil van God dat u schuldvrij wordt. Natuurlijk gebeurt dat niet als een magie, dat de schulden verdwijnen en u hoeft niets meer te betalen. God kan alles, maar hier rekenen wij niet op. Wij denken zo, nee, ik ga mijn deel doen en ik zal mijn schulden afbetalen met mijn eigen werk, met mijn eigen moeite, met mijn eigen acties. Toch? Dat is wat wij geloven en wat wij verwachten. Maar God wil u hiervan vrijmaken, zodat u kunt getuigen over hem. Stel u zich voor dat ik een persoon ben die trouw aan God is. Ik dien God, ik kom naar de kerk, ik ben een dienaar van hem, ik ben een trouw tiendegever, ik geef mijn offerandes, ik praat over de Bijbel. Maar daarna heb ik schulden en ik kan ze niet betalen. Eén ding is, als de persoon een schuld heeft, zoals een hypotheek van het huis, dat is iets normaals, dat de persoon elke maand betaalt. Een ander ding is, wanneer de persoon geld moet terugbetalen aan iemand, en de tijd gaat voorbij, de andere persoon wacht hierop, en het wordt nooit terugbetaald. Dat is een slecht voorbeeld. En natuurlijk ben ik niemand aan het bekritiseren, omdat ik weet dat het problemen zijn die reëel zijn, die bestaan. Soms is het niet omdat de persoon geen karakter heeft of niet rechtvaardig is en de anderen probeert te bedriegen. Maar het gebeurt omdat de financiële omstandigheden, de financiële situatie niet zo goed is, dan is het moeilijk om de schulden af te betalen. Het kan. Maar sowieso, luister naar wat Jezus zei. Hij leerde ons zo bidden. Geef ons heden, dus in het gebed van onze Vader, geef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dus wij bidden tot God en wij vragen hem, Heer, vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Het is ook belangrijk dat wij begrijpen dat deze schulden met God zijn niet altijd financieel schulden. In normaal gesproken gaat het om zondes, om fouten die begaan werden, die gemaakt werden. En wij dienen aan God elke dag te vragen om vergeving, gelijk wij elkaar vergeven.
toch, omdat als ik de mensen niet vergeef, dan kan ik niet verwachten dat God mij vergeeft. En wij zeiden zelfs tijdens een paar diensten deze week dat hetzelfde kan gebeuren met andere mensen. Bijvoorbeeld, is er iemand die uw geld terug moet geven, maar stel u zich voor dat u het niet eens nodig heeft en misschien heeft de persoon het nodig en u niet. Dan kunt u de persoon vergeven, toch? Omdat het iets is dat u niet eens nodig heeft. Ik ben niet aan het zeggen, let goed op, dat als iemand uw geld schuldig is, dat u de persoon moet vergeven en de persoon hoeft de schuld niet terug te betalen. Nee, dat zeg ik niet. Omdat als de persoon geld schuldig is, dan dient de persoon het terug te betalen. Dat is het correcte. Wat ik zeg is het volgende. Soms stel je zich voor dat ik geld van mij uitleen aan iemand. Geld dat geen verschil maakt in mijn leven. En na een tijdje is het moeilijk voor de persoon om het terug te betalen. En stel je zich voor dat ik het niet eens nodig heb. Het gaat geen groot verschil maken in mijn leven. Waarom zou ik de persoon forceren of dwingen om het terug te betalen? Kan ik het vergeven? Waarom niet? Toch? Maar dat is een kwestie van een eigen beslissing. En ik ben niet aan het praten over iets dat tussen twee mensen of meerdere mensen besproken werd. Er is een afspraak dat moet betaald worden. Dan dient de persoon het te betalen, toch? Als u wilt vergeven, dan vergeeft u het. Maar sowieso dienen wij het volgende te weten. God wil u zegenen, zodat u de schulden afbetaalt. Verwacht niet dat de mensen u de schulden gaan vergeven. Verwacht dat niet. Dat kan een probleem zijn. Soms denkt de persoon, maar die persoon kon mij vergeven. Ik moet hem geld teruggeven, maar hij zou mij kunnen vergeven. Zelfs als het zo is. Als u geld schuldig bent aan iemand, dan is het natuurlijk uw deel om het terug te betalen. Maar velen zitten in die situatie en vragen zich af, hoe doe ik dat? Ik heb het niet. God wil u helpen. God kan u één idee geven. Een inspiratie. Een begeleiding. Een deur voor u openen. Waardoor u de schulden afbetaalt en u lost dat probleem op. God kan alles. Hij is God. Toch? Waarom niet bidden? Verwacht niet dat wij gaan bidden en dat God geld aan u gaat geven. Het is niet zo. Maar hij kan een deur wel openen. Maar gebruik uw geloof. Zit niet te wachten. Een van de grootste fouten die wij kunnen maken wat het geloof betreft, is zitten wachten op iets dat wij zelf moeten doen. Wij kunnen bidden, wij kunnen volharden, wij kunnen trouw worden aan God, trouw zijn aan God. Wij kunnen naar de kerk komen, wij kunnen hard werken, wij kunnen met de mensen praten met wie wij moeten praten en een akkoord sluiten over hoe het afbetaald zal worden. Dat kunt u doen. Dus doe alles wat u kunt. En wat u niet kunt, laat het aan God. Omdat God het zal doen. Toch? Dus dat is het geloof. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Vergeeft u de fouten die andere mensen maken. Vergeeft u de zondes van anderen. God vergeeft u ook. Maar daarna heeft u schulden die u moet aflossen. U moet ze betalen aan iemand anders. Dan wil God u hiermee zegenen. En deze zondag gaan wij een gebed doen voor de bevrijding van de schulden. Gebruik uw geloof. God wil u hiervan
bevrijden. Wij komen zo terug met het gebed. Vergeet niet om uw hoofd met de olie te zalven. In deze 23 dagen van Psalm 23. Als u het nog niet heeft gedaan, zalf uw hoofd met de olie in de tussentijd. Wij komen zo terug met het gebed. Zoals Abraham uw stem hoorde, Heer, open ik mijn oren voor uw stem. Ik ga weg van waar ik nu ben. Ik zal gaan waar u mij zend. Ik weet dat ik beproevingen meemaak. Woestijnen en gebrek zal ik ervaren. Maar aan het eind weet ik dat ik zal zien. Het land dat vloeit van melk en honing. Ik geef op wie ik ben, alles wat in mij is. Ik leef niet meer voor mij, maar Jezus leeft in mij. Ik laat alles achter, verloochen wie ik ben. Alles wordt nieuw gemaakt, een nieuw leven met mijn God. Ik weet dat ik beproevingen meemaak. Woestijnen en gebrek zal ik ervaren. Maar aan het eind weet ik dat ik zal zien. Het land dat vloeit van melk en honing. Ik geef op wie ik ben, alles wat in mij is. Ik leef niet meer voor mij, maar Jezus leeft in mij. Ik laat alles achter, verloochen wie ik ben. Alles wordt nieuw gemaakt, een nieuw leven met mijn God. Ik geef op wie ik ben, alles wat in mij is. Ik leef niet meer voor mij, maar Jezus leeft in mij. Ik laat alles achter, verloochen wie ik ben. Alles wordt nieuw gemaakt, een nieuw leven met mijn God. Onze God en onze Vader, wij bidden op dit moment met een ieder die naar ons kijkt, naar ons luistert vanavond. En wij vragen u, geef een idee, een inspiratie, een begeleiding aan een ieder die met ons bidt. Zodat deze persoon uit zijn problemen, zijn situatie, zijn strijden kan komen.
en uw naam kan verheerlijken door middel van zijn getuigenis. U bent God en u werkt altijd. U stopt nooit met uw werken verrichten, zolang er mensen zijn die bezig zijn met hun eigen geloof in praktijk zetten. Dus wij vragen u, hoor ons gebed en antwoord het. Raak het leven aan van een ieder die met ons bidt, om de zieken te genezen, de gekwelden te bevrijden, levens te veranderen. In Jezus' naam. En wie gelooft zegt, amen. En God zij dank. Amen. Heel goed, beste luisteraars van Radio Positief. Morgen komen wij terug om 10:00 s'avonds met nog een woord van leven op Radio Positief. Maar vergeet niet, vrijdag is het de dag in de UKGR waar wij de bevrijdingsdienst houden. En deze vrijdag gaan we door met die gebedsketting van de Via Dolorosa. De stappen die Jezus heeft gezet vanaf het moment dat hij gevangen genomen werd, totdat hij gekruisigd werd in onze plaats en voor ons stierf op Golgotha. Morgen gaan we door met deze gebedsketting voor de bevrijding en genezing van degenen die geloven. Dat God u zegenen, een fijne avond verder en tot morgen.